Yo, wat is up mensen, Marco Twart Lines hier met vandaag weer een nieuwe video. Nieuwe Missie Marco aflevering waarbij ik de eerste dag van die FUD Birthday SBC doe. Want als je ze alle 8 doet, dan krijg je nadat FUD Birthday voorbij is, krijg je een 125k ook zo. Hartstikke fijn. Maar doe vooral een duimpje omhoog als je nog niet gedaan is deze video. De 1000 likes kan halen, zou dat enorm mooi zijn. Ik ben al gelijk teruggegaan naar 2 teams voordat ik al een game gespeeld had. Omdat ik op PS4 merkte dat 1 team gewoon niks voor mij is. Ik weet niet waarom, maar dat is gewoon zo. Dus kleine aanpassingen maar. Ik heb heel veel van de rode informs kunnen gebruiken. Omdat ik die op die manier uit kon proberen. Een paar nieuwe kaarten zat er tussen voor mij. Dus ik dacht, waarom niet? Zijn kaarten die ik anders nooit gekocht heb waarschijnlijk. Dus dit is hoe mijn BPL team er nu uitziet. Althans, ietsjes anders. Ik switch natuurlijk naar 4-1-2-1-2 met CDM. Maar dat had ik hier nog niet gedaan. Ik weet niet of ik mijn BPL team wil houden. Ik wil eigenlijk dat andere team zouden zoals het is. Dus een beetje dat La Liga-achtige team. En ik wil een Calcio A team, want Calcio A is echt belachelijk goed dit jaar. Maar ik ging gelijk met de Wicked League in, want ja, het is gewoon, ik had zoiets van, het moet toch maar gebeuren. Hè, nadat mijn PS4 Wicked League niet al te best ging. Maar ik wil nu weer wat comments van jullie behandelen. Een van de eerste was van een wat oudere sub al. Jos Schotland is zijn Twitter geloof ik, of Jos 16, nog iets. In ieder geval, hij vroeg wat ik de beste FIFA vond van degene die uitkwamen op de next generation consoles. Dus PlayStation 4 en Xbox One. En dan, dat geldt dus voor FIFA 14, 15, 16 en 17. Van die 4, denk ik, ik denk 17 qua overall content. Dus wat, zeg maar, wat de game biedt. En denk dan bijvoorbeeld aan alle SBC's die je nu hebt. De FUT Draft heb je dit jaar natuurlijk, wat je vorig jaar ook had, maar nu heb je dat ook nog. FUT Champs gewoon in zijn algemeenheid. Qua gameplay, geen idee. Ja, elk jaar heeft echt wel zijn berg aids. FIFA 14 was voorzetten. Was gewoon over de vleugel rennen en voorzetten. FIFA 15 was over de top voetbal en dan keihard rennen voor je vaderland. FIFA 16 was de korte hoek. En FIFA 17 nu is dat laag gedreven schot in de verre hoek, 9 van de 10 keer. Dus elk jaar heeft wel zijn dingetje. FIFA 14 was trouwens ook verderhoek. Verderhoek longshots was dat in FIFA 14. Oh, dat waren tijden. Maar ik denk dus FIFA 17 van die 4, zeg maar. Nou, een comment die ik ook over het algemeen wil behandelen, die ik vrij vaak nog langs zie komen, is Mark, neem het niet al te serieus. En geloof me, de enige reden dat ik dit semi-serieus benader, is zodat ik jullie tips mee kan geven. Want ik lees veel comments van jullie, best wel veel. Zijn er dat er minder FUT Champs games moeten komen? Nou, ik ben het er zelf niet mee eens. Maar laat me dat uitleggen. Want ik begrijp jullie situatie. De reden dat ik denk dat er niet minder moeten komen dan wat het nu is, is voor de pro's, of in ieder geval de top 100 spelers, is dit belangrijk voor kwalificatie voor toernooien. Die grinden hier doorheen. Die zorgen ervoor dat ze de beste resultaten halen. Die gaan daardoor naar toernooien waar je geld kunt winnen. En zo is dat gewoon, ik wil niet zeggen eerlijk, maar gewoon juist. Nou ja, laten we het zo zeggen, het voelt beter. Waarom? Omdat zij het niveau hebben wat op die toernooien hoort te zijn. En ja, niet iedere random hoort daar te kunnen komen. Nou, wat ik echt wel begrijp, is dat heel veel van jullie, fucking terecht, niet alle tijd hebben voor 40 games. Heel veel van jullie, althans, ik weet dat de meeste van mijn kijkers zijn van de leeftijd in de middelbare school. Dus ergens van 12 tot en met 18. Dus je sport. Zo, jezus, mijn stem daar sloeg over, ouwe. Jullie sporten waarschijnlijk. Jullie gaan naar school. Jullie gaan uit. God, beter dat je dat doet. En nog zat andere dingen. En natuurlijk speel je af en toe wel eens FIFA. En ik zie zat dingen voorbij komen van jullie die wel een aardig team hebben. Maar 40 games in een weekend is aardig veel. En ik durf je 100% te garanderen dat als ik geen YouTube deed, en of ik stond open voor het openen van andermans rewards, dan zou ik niet 2 Wicked Leagues in 1 weekend doen. Het is keihard grinden. En op de vraag, hoe doe ik het? Nou, simpelweg, ik doe het niet. Ik ging op PS4, ging ik vreselijk slecht. Ik ging op een gegeven moment 16, 18. Kon ik het nog omdraaien? Waarschijnlijk wel. Maar ik had zoiets van, oké, ik moet in 3 dagen tijd, en ik zeg moet, hè. Omdat, voor mijn gevoel moet ik, omdat ik het gevoel heb dat de rewards tonen op de manier zoals ik het nu doe, waarbij ik ze allemaal zelf vrij speel als het ware. Dat is de manier waarop ik het zie. Er is in principe geen probleem met andermans rewards openen. En het is me wel eens aangeboden, maar ik heb het nog nooit geaccepteerd, dat aanbod. Maar wat betreft het spelen dus, ik moet, om dat 80 in een weekend te doen, moet je er heel snel mee zijn. Dus ik probeer er vrijdag meestal heel veel te doen. En als het slecht gaat en je probeert games te forceren,
Ja, dan gaat het alleen maar slechter. Op een gegeven moment ging ik 16, 18. En ik had zoiets van, ja, dit wordt hem niet meer. Dus ik heb die laatste 6 weggegeven. Dus 16, 24 geëindigd, ja. En je mag de tijd nemen in de comments om hierom te lachen. Want ongeacht of ik het had bijgedraaid, en waarschijnlijk had ik er 20, 20 van gemaakt, is er zoiets van, ja, weet je, waarom zou je... Dit team heb ik trouwens gebruikt voor de dag 2 SBC. Dan kan je dat even zien. De eerste was een full Bundesliga team, maar je had 11 spelers van 1 league nodig. Dus ik moest wel even. In ieder geval, ik heb er dus 6 wins weggegeven. Wat betekent dat ik me moet kwalificeren voor volgende week. Wat op zich wel lachen kan zijn. Want ik zie vaak veel comments dat mensen de kwalificatietoernooien heel erg moeilijk vinden. Dus daar gaan we eens de tijd voor nemen. En dan laten we zien of dat echt zo is. Maar ja, wat betreft het te serieus nemen, het valt dus wel mee. Ik doe het gewoon in het belang van YouTube. Gewoon om jullie, zeg maar, on the game zoveel mogelijk te snappen. Jullie tips te kunnen geven qua wat jullie moeten vermijden. En dan geloof me, als ik geen YouTube had gedaan, dan had ik waarschijnlijk niet eens één weekend league in een weekend voltooid. Want het is echt veel te stressvol voor woorden. Zeker wanneer er tegen zit. Dus ik kan het me heel goed voorstellen. Nou, één ding wat ik aanraad. En ik zie het wel eens voorbij komen. Ik weet dat er meerderheid hier niet aan meewerkt. Maar als je ooit iemand je laat kwalificeren voor FUT Champs, ja, dat is niet de meest wijze keuze. Want ik kan je garanderen, je gaat het niet naar je zin hebben. En met niet naar je zin hebben bedoel je gaat het echt kut vinden. Want als je jezelf niet kan kwalificeren voor FUT Champs, waar niks mis mee is, dan ga je een vreselijke tijd hebben in FUT Champs. Wat voor mijn gevoel tot nu toe zijn de dagelijkse kwalificatiecups en niks vergeleken met het echte FUT Champs. Want geloof me, de echte superteams die spelen niet de Daily Knockout Cup, laten we het zo zeggen. Nou, je ziet hier weer een Serie A team. En ik zeg weer, wat weer klinkt meestal negatief, maar Serie A teams zijn belachelijk goed. Tot op het punt dat het nergens om slaat. Nou, mijn BBL team is ook heel goed. Natuurlijk, ik heb 93 Hazard, hoe kan je dat niet goed vinden? Maar het speelt niet ideaal. Ik ben geen fan van BPM middenveld over het algemeen. Ik had die Eriksen gekocht voor de CAM-plek. Maar voordat ik veel van jullie comments kon lezen, want veel van jullie comments zeiden namelijk Mark, haal Brian Laudrup. Die heeft Matthijs namelijk ook. Hij is fantastisch voor hem. En dit vond ik een best een goede suggestie. Er waren heel veel suggesties qua Legends. Haal ook Van der Sar was er eentje. Heel veel mensen zeiden ook verkoop Lalas en haal Ferdinand. Ferdinand, ik weet niet of ik dat ga doen. Blanc denk ik nog over na. Peugeot zag heel veel voorbij komen, dus dat vind ik een goed iets. Ik had gedacht dat veel van jullie hem niet zouden willen. Ja, ik weet dat er veel Barcelona-fans zijn die mij kijken, maar omdat Puyol niet de allerlangste centerback is, toegegeven, hij heeft geweldige jumping, dus op zich boeit het geen ster, maar weet je, ik had begrepen waarom mensen dat niet zouden willen. Nou, het gaat redelijk in deze set games. Je moet bedenken dat ik voor de week moest ik 27 wins halen om Elite maandelijks te halen. En we gaan aardig in deze 10 games, laten we zo zeggen. We leggen een basis voor wat er moet gebeuren. Nou, wat betreft de rode spelers die ik gebruik, wat is dus gewoon een informatie die jij kunt kopen als je wilt. Welke aan te raden zijn en welke niet. Jaume Costa, de linksback van Villarreal, is heel erg goed. Hij kost 18.500 coins ongeveer. En je kan hem dan al met schaduw kopen, wat de chemistry stijls die ik voor hem aanraad. Overigens, de Gea, what the fuck doe je het hele weekend? Maar ja, Jaume Costa is het waard. Jovetic, ik was bijna zijn naam vergeten. Jovetic met motor op CAM. Fantastische kaart. Je kunt hem ook artiest geven op CAM. Ik denk dat dat ook heel goed is. Maar één van die twee is wel nodig, want de boost is in balance en zijn agility ook. En dat is wel handig, want weet je, daarom voelt de speler hem vaak iets sneller aan de bal. Maar één van die twee zou ik hem wel geven. Dus als je dat wil doen, ja, Jovetic op CAM met één van die twee. Kovacic, tot nu toe doet hij het wel aardig op zich. Ik weet niet helemaal wat ik van hem vind. Zijn stats zijn wel vrij goed. In de, zeg maar, in de dingen die uitmaken voor een CM. Dus denk aan zijn versnelling. Zijn korte pass, zijn vision, zijn long passing. Met motor krijgt hij redelijke stats. Ik denk dat dat belangrijk is. Maar ik weet nog niet zeker of ik over zoiets aan zou raden. Ik zit een beetje in het midden van wel of niet. Nou, hier krijgt mijn tegenstander Stefano heet hij. Ik weet niet of hij een kijker is. Krijgt een rode kaart bij 3-2. Ik krijg hier een penalty. Ik mis de penalty. Maar voor hem is het genoeg om alsnog de rage quitten. Ik vond dat ik die game verdiende te winnen. Naar mijn mening. Hoe die twee goals met Perrin erin gingen. En god mag het weten. Ik heb zijn stats opgezocht. Nou, die gozer heeft niet zulke shooting stats. Of mijn keeper heeft gewoon down. En die kans is ook zeer aanwezig. Maar ik kom hier weer tegen een League 1 team. Ik moet zeggen, ik heb in een weekend tijd, ook over twee consoles verdeeld, nog nooit zo vaak tegen League 1 teams gespeeld. Ik weet niet of die opeens goed spelen. Of gewoon beter spelen dan eerst. Maar ja,
opvallend, om het zo maar te zeggen. Dus sommige van mijn goals die ik score zijn redelijk. Sommige zijn echt vies lelijk en echt bizar sweaty. Maar weet je, om de lekkere stats van spelers te boosten. En een grote uitslag is natuurlijk altijd leuk om naar te kijken. Kun je linksom, kun je rechtsom. Maar dat is gewoon ook wat jullie vinden. Ik scoorde hier ook met Lalas. Althans, uiteindelijk blijkt dit een eigen doelpunt te zijn. Als je wil weten hoe je corners neemt. Er staat een tutorial gelinkt in de beschrijving van Boris Legends. Meestal weet ik nooit zo of tutorials wel werken. Maar zijn tutorials dit jaar zijn echt on point. En vooral zijn corner tutorial heb ik al gemerkt. Werkt echt. En, zeg maar, niet elke corner gaat er letterlijk in. Natuurlijk niet. Maar je hebt wel veel grotere kans op scoring. Ik denk dat je dat wel handig gaat vinden. Dus ja, als je daar behoefte aan hebt. Link in de beschrijving. Dat gezegd te hebben. Wat ik deze week ook nog iets meer wil doen. Is, ik weet dat mensen meer pack openings willen zien met FUT Birthday. Ik zal kijken wat daarmee te doen is. Het punt is, pack openings zijn totaal niet winstgevend of echt wat dan ook voor mij. Maar ik vind packs wel super leuk om te openen. Dat weet je als je me al volgt sinds FIFA 15. Maar ik snap als dat niet het geval is. Dus ja, dat gezegd hebben, dat was het eigenlijk zo'n beetje. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En als dat zo is, doe dan vooral een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Ik waardeer jullie support enorm. Ik lees jullie comments, ik begrijp jullie comments. En ik probeer er op een zo redelijk mogelijke manier op te antwoorden. Bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten van de klassieker, ongeacht het resultaat. Ik weet dat immers nog niet nu. Het is pas 10:15 op het moment dat ik dit opneem. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe video. Althans, ik hoop morgen, anders dinsdag. Joejoe.